Burgemeester Annemiek Jetten gaat ons verlaten. Dat was natuurlijk altijd de bedoeling. Ze is waarnemend. Ruim anderhalf jaar geweest. Maar vandaag is het zover. Hoe voelt dat? Ja, met weemoed hoor. Want ik neem afscheid vandaag natuurlijk van heel veel mensen die mij dierbaar zijn. Die ik ook al in de afgelopen anderhalf jaar heb ontmoet. En waar ik veel mooie dingen mee heb meegemaakt. Dus, en ook wel dingen die pijnlijk waren of lastig waren. Dus ja, met echt veel weemoed. Ja. Heb je het gevoel, want het was niet de eerste burgemeesterschap, de derde hè, als ik het wel heb. Je hoeft ze niet met elkaar te vergelijken allemaal, maar was het een fijne tijd? Het was een hele fijne tijd. Ondanks dat we echt heel veel dingen te doen hadden. Hè? De coronatijd, de energiecrisis, mensen opvangen, vluchtelingen opvangen, Oekraïners opvangen. Het was echt wel een hele drukke tijd, een intensieve tijd. Maar met de mensen die om mij heen stonden was het een fijne tijd. Fijn werk. Denk je dat je als burgemeester ook nog het verschil hebt kunnen maken voor mensen? Ja, ik vind dat altijd lastig om over jezelf te zeggen. Dat laat ik liever aan anderen over om daar iets over te vinden. Wat ik zelf altijd belangrijk vind, is dat je er kunt zijn in tijden van nood en in tijden van blijdschap. En dat heb ik gelukkig kunnen zijn, dus dat vind ik mooi. Toen je binnenkwam, zei je tegen ons, ik wil graag veel mensen ontmoeten. Ik heb de indruk dat dat redelijk is gelukt. Ja, die indruk heb ik ook. En dat vind ik ook echt heel fijn. Dat vind ik het mooie van dit ambt. Je staat midden tussen de mensen. Je bent er voor de mensen. Je staat achter ze als het nodig is. En je viert feest met het als het kan. Dus dat heb ik echt zo ervaren. Heel fijn. En nu, het grote zwarte gat? Ja, dat valt wel mee. Ik ga meedoen aan de waterschapsverkiezingen 15 maart. Dus daar ga ik in volle vaart campagne voeren vanaf morgen. Want tot nu toe kon dat natuurlijk niet. En ik hoop dat dat me weer ergens anders brengt. Waar het ook makkelijk met mensen is. En waar het fijn is om dingen te bereiken. Zie je jezelf ooit nog eens ergens als burgemeester terugkeren? Of is dat nu een gepasseerd seizoen? Het is me heel goed bevallen, dus zeg nooit nooit. Maar dat is niet iets wat je zelf bepaalt. Dat bepalen mensen voor je. En dat is ook maar goed ook zo. We wensen je veel succes in de toekomst. Dank je, jullie ook. Het was heel leuk om met jullie te werken. Dank jullie wel. Op de afscheidreceptie waren vele mensen aanwezig. Wij spraken met enkele mensen over hoe zij Annemiek Jetten als waarnemend burgemeester hadden ervaren. Hier vanavond heel wat burgemeesters over de vloer. Die allemaal op bezoek komen bij hun bijna oud-collega uit Papendrecht. En u bent er één van, u bent burgemeester van Molenlanden. Hoe was de samenwerking met Annemiek Jetten? Nou, ik kan wel zeggen prima. Annemiek was een waarnemer. Alleen dat onderscheid dat is niet merkbaar in ons overleg die we met elkaar hebben. We zien elkaar bijvoorbeeld bij de veiligheidsregio. De tijd van de coronacrisis wekelijks vergaderen, digitaal dan wel. Maar dan valt het onderscheid weg of je nou een waarnemer bent of een kroonbenoemde burgemeester. Een soort opgenomen de club doen we met elkaar. Hebben jullie natuurlijk als burgemeesters in de Drechtsteden vrij veel met elkaar te maken gehad? Hoe was dat contact met Annemiek? Maar laat ik er dit over zeggen. De komst van Annemiek heeft ook wel wat toegevoegd aan het gesprek. Annemiek had een frisse kijk van buiten de regio. En had een frisse kijk die ze toch met haar vrouwelijke intuïtie en overtuigingen ook gewoon in die mannenwereld van die mannelijke burgemeesters binnenbracht. En daar kunnen we natuurlijk grappen over maken. En daar kunnen we zeggen van, nou, moet dat nou specifieke aandacht hebben? Maar ik heb echt gezien dat dat van betekenis was. Wat zij hier in Papendrecht op dat thema heeft gedaan in een jaar tijd, dat mag gezien worden. En ik wens eigenlijk alle gemeenten toe dat er toch iets van die invloed in alle gemeenten voelbaar is. Wij hier allemaal als gasten rondlopen op de receptie, staat hier een schilderes. En zij is een schilderij aan het maken van deze receptie, zou je kunnen zeggen. Hoewel zo te zien het tafereel zich op de markt voor het gemeentehuis afspeelt. Kunt u in deze plaats, hoe is uw naam? Jeanette Spierings. En u bent gevraagd om dit te doen, neem ik aan. Dit moet een geschenk worden aan Annemiek Jetten, vermoed ik? Klopt. De collega's hebben dit bedacht als geschenk. Het is een soort herinnering aan de dag. En dan heb je dit zeg maar voor altijd binnenhangen. En dan geef je toch het gevoel terug van dit moment. Jan Dirk, nieuwe wethouder in Papendrecht. Nou ja, nog relatief nieuw. Hoe lang zijn jullie nu precies in functie? Sinds juni, hè? Dus een maand of 7, 8. Ik hou het niet helemaal bij. En in die tijd heb je samengewerkt natuurlijk met de burgemeester die vanavond vertrekt. Hoe is je dat bevallen? Ja, heel goed. Het is heel fijn om als nieuw startend wethouder in een college te stappen waar de samenwerking goed is. Waar mensen ook aandacht voor elkaar hebben en Annemiek heeft dat echt wel aangejaagd.
En dat is het enige mee te maken. Ja. Het enige was natuurlijk dat Annemiek zelf ook nog relatief nieuw was toen jullie aantraden. Ja, maar wel een ervaren burgemeester. En dat is heel fijn. Iemand die weet hoe, hoe de politiek in elkaar zit, hoe het bestuur in elkaar zit. Kijk, dat wist ik natuurlijk zelf ook wel. Maar het is gewoon fijn om iemand te hebben die ervaren is en die naast je gaat staan. Dus dat was heel fijn om mee te maken. We spreken vanavond met allerlei mensen hier op de afscheidsreceptie van Annemiek Jetten. En er is hier zowaar ook een ondernemer. Wat heb je als ondernemer met de burgemeester te maken gehad? Nou, als ondernemer heb ik te maken gehad natuurlijk met de omgeving van het pand. En voor bepaalde vraagstellingen. En daarnaast ben ik ook nog penningmeester van het Oranje Comité. En daar heb ik ook wel meer met haar contact gehad. En het Oranje Comité, dat dus inderdaad ook over 4 en 5 mei gaat, heeft natuurlijk in die hoedanigheid heel veel met de gemeente. En in het bijzonder de burgemeester maken. Want zij heeft een bijzondere rol op Koningsdag, maar ook op 4 mei. Ja, dat klopt helemaal. En daarvoor staat de heer Henry Hummeling hier naast me, die daarmee te maken heeft. Wat zijn uw ervaringen geweest met Annemiek Jetten tot op heden? Nou, wij hebben al vrij snel in het begin met haar contact gekregen. En dan blijkt gewoon dat het een enthousiaste, gepassioneerde vrouw is die zich ook wil inzetten voor de activiteiten die er al waren. Zoals Koningsdag en de 4 mei activiteiten. Wim de Leur is ook aanwezig hier op deze afscheidsreceptie voor Annemiek Jetten. Wim, waarom ben jij hier aanwezig? Nou, niet uit vrolijkheid, meer uit droefheid, omdat er iemand weggaat die ik zeker zal missen. We hadden die anderhalf jaar vond ik zelf een ontzettend plezierige, daadkrachtige burgemeester aan Annemiek. En ik had eigenlijk de hoop dat ze zou blijven. Maar ja, dat gebeurt dus niet. Maar ik denk dat we, als je zoekt naar daadkracht en toch ook een beetje servicegerichtheid, betrokkenheid, dan hadden we aan Annemieke een gouden greep. Ik vind het heel knap hoe zij zich in anderhalf jaar heeft ingewerkt. Als ik om me heen luister naar de papendrechters en vaststel hoeveel mensen positief reageren, dan denk ik, ja, die gaan we missen.